Het Van der Schaafcircuit hier in Kollum ligt er maar heel stilletjes bij. Normaal gesproken hadden hier al een paar wedstrijden verreden moeten worden. En dit jaar vanwege de coronamaatregelen helemaal niks. Net als op alle andere circuits in Nederland kan er op dit moment niet geraced worden. Echter, hebben een paar coureurs toch wel een manier gevonden hoe ze toch kunnen racen. Vanavond staan we bij Jesse en Jouke. Ja, toch online. Wel hele grote jongens. Want jullie racen online. Ja, soms 's avonds 2-3 uurtjes. En hoe zijn jullie daar zo bijgekomen? Nou, veel mensen deden het onze omgeving. Van echte racers zijn we ook mee begonnen. Ja, nou speel ik zelf ook wel eens online. En dan race ik gewoon in circuitauto's. Maar jullie rijden in echte crossauto's. Stockcars, standaardklasses. Ja. Ja, dat is al wat anders dan het circuit rijden. Ja, en auto's maken we wel zelf, zeg maar, de ontwerpen van auto's. Ja, want jullie rijden ook in je eigen auto rij je ook gewoon op in digitaal. Ja, iemand wou mijn auto nou maken en dan maken ze het na. En hoeveel verschil zit er nou in vergelijking met het echte werk? In het echte werk rij je meer met je gevoel, met je heupen en zo. En hier rij je echt op je zicht. En hoe zijn jullie er nou bij gekomen? Want iedereen kan gewoon een computerspel downloaden en gewoon maar gaan gamen. Maar hoe kom je er dan erbij om circuits zelf te gaan nabouwen? Zoals Kollum, Van der Schaafcircuit, Sint-Anna-parochie, Emmen heb ik voorbij zien komen. Hoe kom je dan erbij om die circuits te gaan bouwen? Ja, dan hebben we je coronavirus en zo. Dan moeten we toch een beetje crossen kunnen. Een beetje oefenen kunnen op de baan waar we altijd op rijden. Ja, want in het echt kan op dit moment niet. Nee. Maar dit is ook een leuke hobby dus, begrijp ik. Want het is niet gewoon puur racen. Jullie moeten de auto's ook helemaal afstellen, begreep ik. Ja. Je kan alles afstellen. Je kan de veringen afstellen. Versnellingsbak en zo kan allemaal. Voor iemand die nu geïnteresseerd raakt. Hoe kunnen zij zich aanmelden om ook te gaan racen? Opzoek op Facebook, Dutch Online Stocker Racing. En of een van ons een berichtje sturen. Dan kunnen wij overal mee helpen. De Dutch Online Stocker Groep. Op Facebook. Vertel nog eens even. Wat staat er nog meer in petto? Want ik heb dus Van der Schaafcircuit heb ik gereden. Ik heb op Emmen gereden. We konden naar het oude Sint-Anna-parochie. Welke banen komen er nog bij? Ja, Hallem en Aakon en Texel. De welbekende banen in Nederland, weet je wel. Dat wordt lachen. Jongens, heel veel plezier en lekker gamen. Dankjewel. 14.80.